Hallo. Hoi, ik ben Milou, ik ben 32 jaar oud en ik werk al 10 jaar bij T-Zorg als thuishulp. Hi, ik ben Mirjam, ik ben planner bij T-Zorg. Ik zorg dat de hulp bij de cliënt komt. Ik ben Joop van Doren en ik heb Milou hier als hulp van T-Zorg. En waarom heb je gekozen voor dit vak? Nou ja, ik heb toen een SPW-opleiding gedaan. Die heb ik afgerond. Dat was met de gehandicaptenzorg, maar toch lag ouderenzorg meer bij mij. En ik ben altijd een bezig bij. Dus ja. Ik wil altijd iets doen en bezig zijn. En ja, ik vind dit gewoon heel leuk. En waarom? Ja, iets voor de mensen betekenen. En voor jou, Mirjam? Ik werk al 17 jaar bij T-Zorg. Met heel veel plezier, moet ik zeggen, als planner. En wat vind je het leukste? Het leukste van de dag is als om 4:30 een cliënt belt die zegt van nou, ik heb vandaag zo'n leuke hulp gehad. Mag die elke week bij mij komen? Oh, wat dat vind ik het leukste. Ja. En als dan de hulp ook belt. Oh, mevrouw die had gevraagd of ik elke week mocht komen. En vind je dat goed en je kent dat inplannen? Ja, dat is het leukste. Ja, van snap ik. Ja. Ja. Wat is jullie geluksmomentje? Nou, de opgeruimdheid en het enthousiasme wat Milou altijd hier meebrengt. Ja. Dus ja, dat vind ik wel prettig. Nice. Nooit zo grijnig. Nee, dat is ook wel fijn. Nee, dat vind ik wel prettig. Als ik voor de deur wacht en Joop die doet de deur open, ben ik altijd welkom van, hey meid, daar ben je weer. En ja, dan voel ik me meteen welkom van, ik heb er zin in. Ja, ja, ik weet ook wat ik aan Joop heb en ik denk Joop aan mij. Ja. Dus, en als er iets is, dan kan ik altijd bij Joop terecht. Hoe denken jullie dat de thuiszorg er in 2040 uitziet? Dat er meer komt als alleen maar poetsen, zeg maar, thuis. Maar dat er ook bijvoorbeeld weer de boodschappen worden gedaan. En dan ook als iemand zegt van ja, ik kom er niet uit met de computer. Of ik moet even een klusje doen of even vegen. Dat dan ook kan. Als er dan elke week hier komt, dan is het natuurlijk, krijgen we wel een heel persoonlijke band met elkaar. Ja, ja zeker. Ja. Als je niet uitkijkt, dan wordt het inderdaad een soort van vriendschap. Toch wel.